Tof jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag ben ik bij Jump XL in de buurt van Rotterdam. En ik ben vandaag met Boaz en met Mees. En we gaan vandaag in dit trampolinepark superleuke challenges doen. Ik ben nog niet eerder geweest bij Jump XL, dus ik hoop dat het leuk wordt. Ze hebben heel veel verschillende soorten dingen te doen bij dit trampolinepark. Dus we gaan vandaag even achterkomen. We gaan eventjes de eerste challenge doen. We hebben net al een leuke challenge gedaan voor Boaz Kanaal. Als je die niet hebt gezien, check net een video van Boaz en van Mees. Dan gaan we eventjes hem proberen. Ja, ik weet een leuke challenge. Oké. Welke kant doe je? Side of rechts of links? Links. Ik deed trouwens links of rechts, terwijl ik rechts of links zei. Oh, dat was heel verkeerd om. Oké, jij doet naar links? Ja. Oké, gaat hier springen, linker voet er tegenaan, rechts kicken en dan een side step. Oké, jij doet het voor. Oeh shit. Het is echt ziek daar. Mees kon het niet. Een soort van tunnelflip eigenlijk. Ja. Oh, en dan moet ik hem inzetten. Ja. En dan ook weer altijd. Ja. Oké. Oh. Hij deed een soort van, het was een soort tunnel frisbee-achtig iets. Ja, maar het komt omdat ik met dit been al de tunnel inkik, dus ik trap eigenlijk gewoon tegen de muur. Maar dat is je linkerbeen, ja, je links moet je eerst neerzetten. Ja, dat deed hij ook. Ja, dat deed hij wel, oké, ja, ik weet niet. Maar hij wilde daarop met kicken, dus hij kikte tegen de muur aan terwijl hij hem neerzette. Ja. Hé, hey, zullen we dat even niet doen jongens? Dankjewel. Oh. Ik zou niet eens of hij hem aanraakte, jij? Ja, raak hem aan, maar het was echt zo. Ja, volgens mij ga ik gewoon voor de muur langs. Ja. Nou moet jij hem Meesje ook proberen. Gas! Ja, dat red je wel. Het enige wat ik deed was, ik pleurde gewoon mijn voet tegen de muur aan. En toen probeerde ik te draaien. Oh, you touch my tralala. Oh, hoe deed jij? Ik ging hem net iets te ver inzoomen, waardoor je het net wel zag. Zet je ook je hand tegen de muur aan? Ik zet nu mijn hand aan. Ja, dat zag ik. Maar je draaide wel een soort van beetje sideflip. Dat deed pijn aan mijn lies. Oké. Maar ik heb ook een challenge. Nou. Sick. Even kijken of ik dat kan. Zo. Oeh, ja. Die was goed, hè? Ja, ja. Ik heb nu echt een leuke challenge. Boaz deed net een spoortje tegen de muur, dus dan kik je zo met voet tegen de muur. En dan moet je eigen een backflip proberen. Dus zo in. Al die stomme geluiden. Goed zo. Klik. En dan moet je nog een backflip doen. Go. Ja. Oeh, die kan je, alleen je zet tot de... Ja, maar ik ga gelijk naar beneden. Ja, je popt er niet. Kom weer omhoog. Dat was wel bijna. Oh! Ik had hem wel bijna. Dat was bijna. Dat was een beetje pijn. Huh? Oh, jij hebt hem echt super clean. Ja, je hebt klein. Ja, ja, met twee tegelijk. Ik zet dus zo neer. Je moet nog een keer naast elkaar komen. Ja, twee naast elkaar. Ja, zo. Ja. Hallo. Zie je? Oké. Nog één keer. Oh, dan heb je hem echt super clean. Kan ik hem nog één keer proberen? Was dit nu zo of was het recht? Ja, volgens mij was het gewoon recht. Was het recht? Ja. Prima. Oh. Jij, ja. Je zet te snel je voeten tegen de muur. Je moet eerst meer achterover, een beetje aantikken en dan je backflip doen. Backflip doen. Eén draai. Oh. Hey, hij is wel beter dan jij. Ja, eigenlijk je moet even wat meer naartoe springen, ja. Het is echt heel makkelijk, hè? Oké, we gaan de volgende challenge doen. Side, overblok. En zodra je daar achter neerkomt, is een lange baan, doe je dubbel side. En als dat goed gaat, misschien dubbel side, overblok en dubbel side door. Ik weet niet of het kan, maar we kunnen het wel proberen. Wow. Lekker. Uit. Ja? Ja, ik dacht echt van, ik ging veel te hoog en dan raak ik bijna het blok daar en toen bij hem trap. Nu ben ik. Nou is jou een try. Ja, 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 ja. Lekker. Oh, wow. Nog een keer. Oh. Wauw, een tukkie. Wat is dit? Ja, je liet nu een beetje in de lucht los. Maar bij het dubbele salt moet je altijd langer klein blijven, want hoe langer je klein blijft, hoe makkelijker het gaat en hoe makkelijker je landt. Je gaat nu te ver naar voren. Bam, gaan, gaan, gaan. Ah. Oké. Lekker. Bij Jump XL Amersfoort hebben we altijd een leuke sprong. Spring je vanaf de trampoline, naar het gedeelte van het parcours. Gaan we nu ook doen op deze trampoline. Je gaat helemaal naar deze. Ja. En ik heb die nog nooit gedaan, dus ik weet niet of het gaat lukken. Ook gewoon first try, hè? En weer terug. Lekker. Waarom gaat het bij jullie zo makkelijk? Omdat het niet moeilijk is. Oké. Easy. Ja. En dan terug. Nou, helemaal niet zo heel moeilijk. Nee, dat was helemaal niet zo moeilijk, hè? Nee. Oké, nu vanaf die eerste grijze rand in de trampoline en hem dan doen. Vanuit deze. Ja, één sprong en dan hem doen. Oké. Je had hem kunnen hebben. Ik kom niet bij. Alleen met mijn voeten, niet met mijn hand. Oké, zou ik hem eens proberen? Ja. Oh. Dus je gaat wel lastig. Ja, je hebt niet zoveel snelheid. Ik denk dat als je zeg maar een beetje aan kan lopen. Dan is het wel. Dan rijd je hem wel. Dan heb je net wat meer snelheid. Ja, want hier ga je zo. Maar ik denk dat hij wel moet lukken. Oh. Dat was niet lekker. Je gleed ook weg, of niet? Ja, kijk. Nu is mijn scheen open. Oh, en je hebt een stukje blok aan je scheen. Oh, nice. Je hebt hem. Netjes. Ging beter dan die van mij. Ja, jij kwam op het blok. Ja, mijn scheen tintelt nu heel erg. Wauw, mijn scheen is sowieso heel mooi. Maar pijn is fijn. Pijn is fijn en bloed is goed. Oké, zoals je achter ons ziet hebben ze hier dus een voetbalveld. Maar het is niet zomaar een voetbalveld, want je voetbalt eigenlijk op een airtrack. Ik ga het even laten zien. Nou ja, ik niet. Boaz gaat het laten zien. Oh. Misschien als ik hem doorkik, zou ik gewoon één keertje doorkikken? Ja. Als het niet lukt, geef ik het op. Ik heb veel gedaan en ik ben moe. Lekker! Nice. Oké, mensen, dit was alweer de video. Vond je nou een superleuke video? Even het blauwe duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even op mijn YouTube kanaal. En zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later. Caught in the crossfire.